Sylvie is milder geworden. Okay. En dat allemaal dankzij Bart. Ja, dag dames en heren. Ik ben blij dat u kijkt. Jij bent ook blij, toch? Mm-hmm. Ja. Want we hebben weer wat leuke verhalen te bespreken in de bladen. Ik wil even beginnen met dit. Prachtige kerstcover. Net als eigenlijk alle tijdschriften. Iedereen zit in de kerstsfeer. Het is kersttijd. Het is kersttijd. Maar daar gaan wij het niet over hebben. Het is kersttijd. Ja, zeker. ja, we gaan het niet over kerst hebben. Want er zijn belangrijkere zaken te bespreken. Zeker. Sylvie Meis, we hebben het... te lang niet over de gehad. Ja, het is belachelijk. Ja. We hebben het al zo lang niet over Sylvie gehad. Ja, ze hebben natuurlijk 40 relaties gehad om en nabij 68, dit jaar. Ja. Ja. Nee, 4 relaties. Mm-hmm. Hoe zit dat nu? Kan ze ooit liefde vinden? Denk ja, nou ja, iedereen schrijft nu over Sylvie Meis en dat ze een veranderd mens is. Ze is Bart, haar nieuwe vriend, die daar pakt ze alles anders mee aan. Want normaal gesproken heeft ze volgens bronnen erg de neiging om alles onder controle te willen hebben. En dat is ook wel een beetje bekend natuurlijk. Het is een zakenvrouw, dus ik bedoel, ze wil gewoon dingen duidelijk hebben. Ja. Ja, met Bart doet ze het anders. Want Bart mag gewoon een slobbertrui dragen. Oh jeetje. Heftig hè? Ja, ik schrok er ook van. Ja, ze zijn samen meerdere keren gefotografeerd. En hij heeft de kleren aan die haar exen van haar niet aan mochten. Nogmaals, okay. Dat zegt een vriendin. Maar dat dus verhaal. Sylvie is coulant geworden in... Sylvie is milder geworden. Okay. En dat allemaal dankzij Bart. Het is natuurlijk ook een wat jongere man dan ze gewend is. Heeft dat er ook mee te maken dat hij zich niet de baas laat spelen? Wellicht, maar het gaat er nu vooral om dat Sylvie heeft ingezien dat ze op deze manier niet een man aan zich kan binden. Oké, dus zij gaat met een man aan haar zijde het nieuwe jaar in. Zij is samen met Bart op 31 december. Ja, dan van de ene voetbalvrouw naar de andere voetbalvrouw, of voetbalmoeder eigenlijk. Rosanna Kluivert, mm-hmm. Moeder van... Shane. Ja, en topspeler... Justin. Ja, top, 10 punten. Zij heeft een hondenopvang in Curaçao, of ze is bezig met de bouw in mm-hmm. ieder geval. Maar er was wat gesjoemel. Ja, buren zijn niet blij. Dat is eigenlijk de conclusie van het verhaal in Story. Ze vinden dat de boel gaat stinken, ze vinden dat het voor ontzettend veel herrie zorgt. Maar bovenal zorgt het ervoor dat de uitkijk vanuit het resort, wat daar staat, dat verschrikkelijk wordt. Ze willen... Het is gewoon een lelijk pand. Precies, ze vinden het een lelijk pand. Ze vergelijken het met een autosloopplaats. Het ziet er niet uit. En ja, de bouw is nu stopgezet, maar dat heeft heel wat voet in de aarde gehad. Tenminste, dat vertelt deze meneer. Zoveel voet zelfs, dat er TLC, de zender die het programma van Rosanna Kluivert uitzendt, zou hebben moeten ingrijpen. Ja, want ze zou niks met de klachten doen. Nee, zo ze zouden niks zeggen. Ze zou gewoon doorgaan met die bouw. En, nou ja, goed, die bouw ligt nu stil, dus dat klopt sowieso niet. Maar wij waren wel heel benieuwd wat dan het aandeel van TLC was in dit hele verhaal. Want het is best opmerkelijk dat een televisiezender zich ermee bemoeit. Ja, nogal. Dus ik heb even contact met ze opgezocht. En de rest van het verhaal klopt gewoon. Dit is iemand die echt boos is. Ja. En de bouw ligt nu stil. Maar het is niet zo dat TLC daar iets mee te maken heeft. TLC heeft niet gezegd, ga jij eens even iets doen. Nee, TLC zegt tegen ons, wij hebben er niks mee te maken. De bouw ligt stil en we gaan verder kijken. Gaat het ooit wel door? Want ik ben er wel eens geweest. Overal zie je zwerfhonden op straat lopen. Mm-hmm. Zo'n opvangcentrum zou niet verkeerd zijn. Nee, Rosanna doet er alles aan om ervoor te zorgen dat centrum er wel komt. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Hopen dat het allemaal goed komt. Dat al die honden een mooi plekje krijgen. Ik wil u bedanken voor het kijken. En hopelijk tot volgende week.